Er zijn twee verschillende soorten donoren waarvan je een lever kunt krijgen. Je kunt een lever krijgen van iemand die is overleden en geregistreerd staat in een donorregister. Dit noemen we een postmortale donor. Er bestaan twee soorten postmortale donoren, DBD en DCD. Bij een DBD-donor krijg je de lever van een persoon die hersendood is. De organen van deze persoon worden door middel van apparatuur van zuurstof voorzien. Deze apparatuur wordt pas uitgeschakeld op het moment dat de organen worden uitgenomen. Bij een DCD-donor komt de lever van een persoon die is overleden door een circulatiestilstand. Hun hart is gestopt. In deze gevallen is er dus geen zuurstof- en bloedvoorziening meer. Dit betekent dat de organen voor een bepaalde tijd geen zuurstof hebben gehad. Wanneer getwijfeld wordt aan de kwaliteit van een orgaan, kan het orgaan worden getest en voorbereid. Dit doen we door middel van machineperfusie. Deze nieuwe techniek heeft ervoor gezorgd dat meer organen worden geaccepteerd en dat de uitkomsten beter zijn. Het is ook mogelijk om een deel van een lever te ontvangen van een levende donor. Die levende donor is vaak een bekende van jou. Er zijn strenge regels verbonden aan levende donoren, om ervoor te zorgen dat risico's voor jou en voor de donor zoveel mogelijk worden beperkt.